Welkom dames en heren bij deze laatste video in de reeks pluriforme samenleving bij het vak maatschappijkunde. We gaan het vandaag hebben over de maatschappelijke positie van mensen in Nederland en over de visie op burgerschap. We vragen ons eigenlijk af, hoe succesvol is die integratie nou eigenlijk en wat vinden we hier precies van? Dus zien we die vooroordelen en stereotypen terug in de Nederlandse maatschappelijke posities op de ladder en hoe gaat de overheid daar eigenlijk? Ik ga je drie dingen vragen om te kunnen uitleggen en te kunnen doen. We moeten iets met die maatschappelijke positie en maatschappelijke ongelijkheid. Ik hoop dat je daar op basis van inkomen, werk, status en macht en opleiding iets over kan zeggen. Ik hoop ook dat je kan uitleggen waarom die van allochtonen of Nederlanders met een migratieachtergrond relatief laag blijft. En ik hoop dat je me iets kunt vertellen over de visies die we in Nederland hebben over burgerschap. Dus hoe gaan we om met migratie? Ik leg je wat uit over hoofdstuk 8 en we ronden daarmee af. De maatschappelijke ladder. De maatschappelijke ladder is een fictief iets wat we gebruiken om verschillen in mensen aan te geven in Nederland. Wat we eigenlijk zeggen is, als jij aan een aantal voorwaarden voldoet, vinden we je belangrijk en kijken we tegen je op. En op het moment dat je aan een aantal andere voorwaarden voldoet, doe je niet zo mee en doe je er niet zo toe in onze samenleving. In het hoofdstuk werk heb je gezien dat als je belangrijk werk doet, dat jij ook meer status krijgt en dat je meer groeit. Een voorbeeld, iemand die werkeloos is, staat lager op de maatschappelijke ladder en kijken we meer op neer dan iemand die werkt. Maar een vuilnisman die werkt, doet superbelangrijk werk, maar er wordt in de Nederlandse samenleving meer op neer gekeken dan iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werkt als verpleegkundige of als dokter. En mensen die het land leiden, zoals politici, als Mark Rutte, die zijn juist nog belangrijker en vinden we daarin een grote rol hebben. Hoe zit dat dan met migranten? Want migranten, hè, mensen die als bootvluchteling naar Nederland te komen, staan misschien juist helemaal op die ladder. Super lastig. Ik kan je hier een hoop over vertellen, maar misschien is het eerst goed om eventjes nog een stukje film erbij te kijken. Stel, we pakken deze meneer. Deze meneer is een dronken zwerver in Boxtel. Waar plaats je hem op de ladder en vertel eens iets over zijn leven. Hoe zien de dagen voor die man er nou uit? Waar woont hij? Hoe woont hij? Wat heeft hij voor school gedaan? Heeft hij geld? Heeft hij geen geld? Luisteren mensen naar hem of lopen mensen met een grote boog om hem heen? Al deze vragen passen bij de maatschappelijke positie van deze persoon. De maatschappelijke ladder kan je dus eigenlijk zeggen dat dat dient om het verschil in de plaats van iemand die in de samenleving inneemt, om die te visualiseren. Dus we willen maatschappelijke positie van iemand zien. Maatschappelijke positie bepalen we aan de hand van opleiding, inkomen, leefomgeving. Dus vaak ook gezondheid bijvoorbeeld. Je kunt dingen doen om op de ladder te komen, bijvoorbeeld een opleiding volgen, dat doe je zelf. En mensen kunnen jou naar een andere plek toeschuiven. Door bijvoorbeeld je te discrimineren, dan ga je vaak naar beneden. Maar dat kan ook positief, als je bijvoorbeeld een kans krijgt van iemand, dan kun je op basis van iemand anders wil naar boven worden geduwd. We noemen dat dan positie toewijzing. Dus wanneer je er zelf iets aan kan doen, verwerving, en wanneer een ander iets aan kan doen, toewijzing. Een voorbeeld van een maatschappelijke ladder is hoe het in India gaat. In India hebben ze een kastensysteem en je kent daar verschillende stapjes in. De standenmaatschappij eigenlijk waar dit op gebaseerd is, is nog steeds hoe het gaat. Op het moment dat je tot een van de kasten behoort, blijf je in die kasten. En dat is jouw maatschappelijke positie. En jij bent dan beter dan de kasten en de groepen onder je. Hoe bouw je maatschappelijke positie op? Nou, voor jullie geldt, je zit hier nu op school, je zit in een klaslokaal, hartstikke leuk. Je haalt uiteindelijk een diploma, je mag de vlag uit en dan moet je werk gaan zoeken. Als jij diploma's hebt gehaald en je hebt werk gevonden, dus krijg je als het goed is drie dingen. Je krijgt geld, je krijgt macht en je krijgt aanzien. En op basis van je werk, op basis van je opleiding, op basis van wie je als mens bent, kun je deze drie dingen verkrijgen. Dus jouw maatschappelijke positie, dan kijken we naar hoeveel macht heb je, we kijken naar hoeveel geld heb je en we kijken naar hoeveel aanzien heb je. Ja? Het inkomen, hoe ziet dat eruit? Hè? Hoe heurt het eigenlijk? Je ziet hier een stukje over hele dure jachten. En wat zegt zoveel geld hebben nou eigenlijk over een persoon?
Maar, we kunnen ons ook afvragen, zijn deze drie kenmerken, macht, status en geld, zijn die nou ook, als je dat hebt, ben je dan ook succesvol? Wat heb je, wat ben je en wanneer ben je voor je eigen idee succesvol? Dien je zo hoog mogelijk op de ladder te mikken of is er een punt waarin het ook wel genoeg is? Ik voeg een stukje toe. Je kijkt een, je kunt een stukje zien van deze gozer die door Ponius werd gefilmd. Hij heeft een interessant leven en hij vindt zichzelf best succesvol. Maar wat heeft hij nou eigenlijk? Waar op de ladder zou jij hem kunnen plaatsen? En eigenlijk kunnen we ons afvragen, wat is nou eigenlijk het doel van het leven? Waarom noem je geld het nou slechter? Als we gaan kijken naar verschillende cijfers, dan zie je dat er toch verschil in zit. Een voorbeeld. Als we gaan kijken naar Tweede Kamerleden, dan zien we dat er 150 Tweede Kamerleden op dit moment zijn. We weten dat er 16%, 10% van heeft een migratieachtergrond. Waarvan we weten dat 25% in Nederland een migratieachtergrond heeft, ongeveer. En dat wordt steeds meer. Want dan hebben we het over eerste en tweede en er zijn ook mensen met een derde migratieachtergrond. Stel dat we zo'n 10% hebben, waarom is dat niet meer? Ja, goeie vraag. En hoe zit het met opleidingsniveau? Waarom is het zo dat allochtonen nog steeds achterlopen? Dus dat als we gaan kijken naar hoeveel procent VWO doet, dat het VWO-deel veel kleiner is en dat het basis- en kaderdeel veel groter is. Hoe kan dat? En als we gaan kijken naar inkomen, hoe kan het dat een autochtoon zo'n tussen de 35.000 en 40.000 per jaar verdient en alle andere migratiegroepen er vrijwel onder zitten? Hoe kan dat? Waarom is daar een verschil voor? Probeer eens na te denken voordat we zo doorgaan. Zet misschien de video op pauze. Hoe kan dit nou? Wat kan hier nou een reden voor zijn? Kunnen we door. Wat zijn nou verklaringen? Als eerste. Ze hebben vaak een lagere positie. Want ze kunnen misschien een taalachterstand hebben. Dit geldt met name voor de eerste graad en tweede graad migranten. Die worden vaak opgevoed ook thuis met een andere taal. Zijn daar minder goed in en hebben misschien ook een andere opleiding genoten of geen opleiding. Ja, er is vaak een opleidingsachterstand. Dus op basis van opleiding kan je zeggen, als je de taal niet spreekt, ja, dan doe je ook niet zo mee. Je kan ook zeggen, hey, ze hebben op gescheiden op school gezeten. Bijvoorbeeld op een zwarte school, waarbij ze andere normen en waarden hebben aangeleerd en op een ander niveau zijn opgeleid. Eventueel vooroordelen en stereotypen, dus er is sprake van positie toewijzing. Zij worden naar beneden geduwd. En ook terugtrekken in eigen kring hoort erbij. Migranten kiezen er vaak voor om in je eigen kring terug te trekken. En dan is het ook oké wat je daar hebt. Dan hoef je niet hoog te aimen. En dat laatste, en eigenlijk dit alles, leidt tot minder sociale cohesie. En dat is, wat kunnen we hier nou eigenlijk aan doen aan dit verhaal? Nou, we moeten daar iets over zeggen. Twee puntjes. 1. Wie moet er iets aan doen? En 2. Hoe? Als we het hebben over wie kan er iets aan doen dat jouw maatschappelijke positie laag is? Ligt dat aan de mensen zelf? Ligt dat aan andere mensen of ligt dat aan de overheid? Afhankelijk van jouw mening gaat jouw standpunt dus anders zijn. Als jij vindt dat mensen een lage maatschappelijke positie hebben omdat discriminatie een rol speelt, kan je zelf er niets aan doen. Op het moment dat jij vindt dat het komt door een taalachterstand, dan ligt dat aan de mensen zelf. Want die moeten ze gewoon een opleiding gevolgen van de taal leren. Dat is lastig, dus daar moet je wel iets van vinden. En dan daarnaast, hoe? Hoe herstel je dit? Want vaak moet je mensen gaan voortrekken als je deze situatie wilt herstellen. En dan ben je eigenlijk ook aan het discrimineren. Vinden we dat dan oké? Dit is lastig. En hier wordt het eigenlijk heel erg politiek. Want wat wil je als land? Welke kant wil je op? Vraag het jezelf eens af. En op de toets ga je hier misschien iets over moeten zeggen. Oké, dan over burgerschap. Stel, jij wordt Nederlander, want we hebben het eerder gehad over integratie, we hebben het eerder gehad over migratie en over dat mensen een verblijfsvergunning krijgen. Stel, je wil Nederlander worden of je wil burger worden van Nederland, dan moet je een aantal dingen doen. Je moet een inburgeringscursus volgen, maar hoe gaan we daar nou eigenlijk mee om? Mag iedereen zomaar Nederlander worden? Juridisch gezien is burgerschap een hele makkelijke term, want dan is het gewoon, tot welk land ben jij burger? Waar hoor jij bij? Maar sociologisch is het wat moeilijker, want hoe dien jij je te gedragen om een Nederlander te mogen zijn? Dus welke visie moet je dan hebben en welke mening moet je dan hebben?
Een voorbeeld. Stel dat je deze film, dit filmpje kijkt. Hè, dit gaat over iemand die naar zijn studie gaat. Hoe gedraag jij je? Wat doet die persoon allemaal? En wat moet je dus een nieuwkomer eigenlijk allemaal leren als die echt een goed Nederlander weer moet zijn? We hebben daarover verschillende visies. En de eerste is dezelfde normen- en waardevisie en die past bij het idee van assimilatie. We hebben de kleurrijk Nederland visie. Dat is het idee wat een beetje past bij de linkse vorm van integratie. Dat veel mensen eigen keuzes moeten kunnen maken. Je moet wel een beetje aanpassen, maar niet alles. En we hebben de wereldburgervisie. Dat is heel simpel. We zijn gewoon met z'n allen op deze aarde. En dat wij landsgrenzen trekken, dat is leuk. Maar daar moeten we voor openstaan dat het ook anders is. Deze drie visies zijn eigenlijk de leidende visies in Nederland. We hebben dezelfde norm- en waardevisie. Daar horen bijvoorbeeld partijen als Geert Wilders bij die zeggen. Je komt in Nederland, dus je wil hier wonen. Dus je past je aan hoe het hier gaat. We hebben ook de kleurrijk Nederland visie die zegt, we weten dat we met verschillende groepen wonen. En ook mensen die hier wonen moeten accepteren dat iedereen zich, dat we daarmee moeten samenleven. Dus iedereen moet zich een beetje aanpassen. En de wereldburgervisieschap gaat daar nog iets verder mee. Die zeggen eigenlijk, wat is dat toch eigenlijk raar dat we landsgrenzen trekken? Waarom hebben wij bepaald dat dit stukje land van ons is? We zijn toch allemaal op deze aarde geboren en de aarde is toch van iedereen? Sta open voor die andere cultuur en laat gewoon mensen wonen en werken waar ze willen. En ja, het is toch niet te remmen. In Nederland vinden we, hebben we daar een mening over. Probeer eens in dit filmpje van de staatssecretaris te achterhalen welke visie zij belangrijk vinden. En dan gaat het in Nederland. In Nederland vinden we dezelfde normen- en waardevisie vrij belangrijk. We kiezen vaak deze visie uit. En dat is iets wat we eigenlijk zeggen aan mensen. We vinden dat de norm eigen verantwoordelijkheid super belangrijk is in deze samenleving. En mensen moeten zelf actief bijdragen en meedoen. Mensen moeten dat eerst proberen en als het niet lukt, dan gaan we ze helpen. Dus eerst moet je het zelf gaan proberen, eerst moet je je best gaan doen. En dat geldt dus ook voor nieuwkomers. Nieuwkomers moeten dus gaan participeren, punt. En we noemen dit ook wel de participatiesamenleving. Iedereen doet mee. De normen en waarden ga je aanleren door middel van een inburgeringscursus. Die is verplicht, die moet je doen. Dus je gaat leren, verplicht, hoe dingen gaan. En rond je dit niet af, dan heb je pech. Dan moet je in principe weg. En vraagstukken zoals tolerantie verbieden, ja, hoe gaan we met bijvoorbeeld uithuwelijken om? Hoe gaan we met inenten om? Hoe gaan we met vrouwenbesnijdenis om? Daar kun je als samenleving over zeggen. Nou, bijvoorbeeld uithuwelijken, dat doen we niet. En inenten, dat doen we wel. Of vrouwenbesnijdenis, dat doen we weer niet. Dit soort vraagstukken zijn super lastig. En een overheid moet steeds meer een mening gaan vormen over hoe zij willen dat wij ermee omgaan. Een vraagstuk zoals de Zwarte Pieter discussie is super lastig. Want wij hebben een waarde, traditie, maar we hebben ook de waarde gelijkheid. Dus dan zie je dat het super lastig wordt. Met welke waarde is dan belangrijk? Ja, we vinden ze allebei belangrijk. Daarom krijgen we geen goed uitsluitsel hierover. Want dit is hoe de overheid in Nederland op dit moment over nadenkt. Je kan ook kijken naar andere landen. Hoe gaan andere landen met dit verhaal om? In Australië hebben ze een super streng migratiebeleid. Daar kom je alleen binnen als je al de taal kent en als je gezond bent en als je je economisch nut kunt laten zien. Dus zij hebben helemaal dezelfde normen en waardevisie. En bijvoorbeeld in Spanje, hè, die hebben al heel veel migratie en die zijn er vrij soepel in. En Frankrijk bijvoorbeeld heeft juist ook weer heel erg aangescherpt. En willen dat mensen ook weer beter aan worden gepast. En als ze niet willen aanpassen, dat je moet terugsturen. Het is super lastig. En als het gaat over hoe je omgaat met migranten, hoe je omgaat met cultuur, dat is bijna niet te doen. Ik hoop dat dit voor je duidelijk is zo. Deze videoreeks ronden we hiermee af. En ga je de laatste opdrachten maken, die staan op de planner. Als je daarmee klaar bent, heb je dit boek dus uit. Ga dan je voorbereiden op het schoolexamen door te leren en maak een samenvatting van de stof.
Maak de oefentoets die je uitgereikt krijgt. En het volgende onderdeel in de lessen zal zijn aan deze maatschappelijke vraagstuk. Veel succes en tot de volgende video van het volgende boek.